Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie de allerlaatste video van 10 paarden voorstellen. Ik ga er namelijk in deze video vandaag nog een keertje 10 doen. En dan heb ik ze bijna allemaal gehad, want ik doe sommige eigen paarden doe ik niet, omdat mensen dat liever niet willen. Maar ik heb dan voor de rest wel alle manegepaarden en een aantal eigen paarden gehad. Dus nou ja, laten we snel beginnen, want ik heb nog een aantal hele leuke paarden voor jullie. De eerste is Ben Hur en Ben Hur is 20 jaar en zijn ras is in Vrijbergen, net zoals Diakon en Quincy. En Ben Hur is voskleurig, hij heeft namelijk dezelfde kleuren maan en staart als zijn vacht. En hier achter mij staan Diakon en Quincy, de andere Vrijbergers. Maar Ben Hur die heeft dus, oh, hij heeft last van vliegjes, een best wel lange blaas. En hij heeft ook 4 witte voetjes, tenminste wit aan zijn voetjes. En Ben Hur kan eigenlijk alles, want hij gaat namelijk mee naar het bos. Hij loopt hier in de lessen, hij doet ook wel eens mee in de springlessen. Het is natuurlijk wel een beetje een lomperig ras, dus het is niet een topspringer. Maar hij kan ook mennen, dus ja, hij wordt voor heel veel dingen gebruikt. En zelf heb ik een aantal keren op Ben gereden, niet heel erg vaak. Vond ik wel altijd heel erg leuk als ik op hem zat. En nu nog steeds moet ik heel vaak om hem lachen. Want Ben is een beetje, soms een beetje sukkelig, loopt hij dan niet. En dan kan hij heel soms, kan hij ineens gaat hij dan gek doen ofzo. Dat is vooral bij springen. Dan gaat hij heel rustig dat sprongetje af. En in één keer schiet hij er zo verlangs weg. En dan moet ik altijd heel erg lachen. Want het ziet er zo leuk uit als hij dat doet. En meer mensen hier in deze moeten daar ook altijd heel erg om lachen. Maar ik vind Ben dus echt super leuk. En heel lief. Hij heeft echt een hart van goud. Nou, hier naast mij staat John. En John is een halflinger, zoals jullie misschien wel kunnen zien. En John die kan eigenlijk heel erg veel dingen, want hij gaat mee naar het bos, want daar is hij ook heel geschikt voor. Maar hij loopt ook gewoon hier in de lessen en met springen. Hij kan ook best wel goed springen voor een halflinger. En hij staat altijd samen met Patrick, die heb ik al een keer in een andere video laten zien. Maar het is altijd John en Patrick en Kima, die staat er ook altijd bij. Dat is een van de allergrootste van de manege. Volgens mij is het de grootste uit de loopstal, maar dat weet ik niet zeker. Maar John en Patrick staan dus altijd samen met Kima. En ik heb zelf een paar keer op John gereden. Ik denk maximaal 2 keer, niet heel vaak. Maar de eerste keer dat ik erop zat, vond ik hem wel echt heel leuk. Want hij is echt super ondeugend. Dus dat is heel grappig. En misschien hebben jullie hem ook wel eens op Insta gezien. Want hij gaat ook altijd mee op buitenrit. Als ik met een paar vriendinnen op buitenrit ga, dan zit er ook vaak iemand op John. En hij gaat ook gewoon met de manege gaat hij, en met ponykampen gaat hij met buitenritten mee. Dus John is echt heel leuk. Nou, dan staat hier achter mij Kiara. En Kiara is, zoals jullie al kunnen zien, heel erg goed bevriend met Magito. Want Mo staat hier achter. En Kiara is 10 jaar en een vos, want zij heeft dus ook dezelfde kleuren en manen als vacht. Dus ze heeft een best wel brede bles. En Kiara is 10 jaar oud en ik heb zelf nog nooit op Kiara gereden. Ze loopt wel eens in de manegelessen hiermee. Maar omdat ik natuurlijk Magito heb, rij ik bijna niet meer op manegepaarden. Heel af en toe nog eens een keertje. Maar ja, ze lijkt me wel heel leuk, want ze is best wel lastig volgens mij. Dus ik ben best wel benieuwd hoe ze loopt. Maar ze kan ook wel heel erg leuk lopen. Maar ze is dus altijd samen met Matje. En die zijn echt onafscheidelijk. En samen met Giel, die staat er nu toevallig niet bij. Maar die ga ik zo meteen nog laten zien. En ja, dus ik vind het echt super schattig. En dat was ook heel leuk toen Mo hier weer terugkwam na een hele lange tijd. Toen zag hij Kiara. En Kiara die zag hem. En toen was het gewoon echt gelijk weer boef. Dat was zo mooi om te zien dat ze herkenden elkaar gelijk. En ze gingen helemaal weer met elkaar om. En het is dus ook best wel grappig. Want als ik hier soms aankom, dan staan Mo, Giel en Kiara staan sowieso altijd bij elkaar. Maar ze staan vaak ook nog van groot naar klein en van klein naar groot staan ze. Dus dan heb je Mo, Kiara en dan Giel. Dus dat is heel grappig. En ik heb ook al van mensen gehoord dat ze Mo op de foto wilden zetten. Voor zo'n mooie foto. Alleen dat het heel moeilijk was. Omdat hij constant tussen en naast de andere twee liep. En dat is ook wel zo, want hij staat er altijd naast. Schatje. Nou, dan sta ik hier bij Feu en de Net. En die doe ik expres samen, want ze zijn ook echt een onafscheidelijk duo. Want ze zijn altijd bij elkaar en ze zijn hier ook samen naartoe gekomen. En ze komen volgens mij uit Frankrijk, maar dat weet ik niet 100% zeker. En Feu, dat is ook vuur in het Frans.
En ja, ik kende de oude eigenaar niet zo heel goed, maar ik heb er wel eens een keertje gesproken. Dus, maar dat weet ik niet zeker. En Föhn en Ned heb ik zelf nooit op gereden, omdat ze kwamen. Ze zijn hier niet extreem lang en ik ben natuurlijk nu wel te groot voor ze. Want ze zijn niet meer zo heel, ze zijn niet heel groot, maar vrij kleine ponies zijn het. Maar ik ben wel echt verliefd op ze, ze zijn zo leuk. En Föhntje is altijd, als ik dan aankom lopen met opstallen, dan gaat hij altijd naar me hinneken. Dus dat is echt heel leuk. En ja, in de lessen zijn ze dus ook onafscheidelijk van elkaar. Want als je Nenette en Föhn in dezelfde les hebt, dan loopt Föhn de hele les achter Nenette aan. En vooral omdat ze ook bij de beginners ingezet worden vaak. En die kunnen dan nog moeilijk een beetje voor zichzelf sturen. Dus dat is best wel moeilijk als je ze allebei in de les hebt. En ja, ze staan dus ook met z'n tweeën in één stal. Want dat kan makkelijk, want ze zijn niet zo groot. En ze gaan dus ook de hele tijd naar elkaar hinneken als ze gescheiden staan. Dus ja, dat is ook heel erg leuk om te zien hoe ze met z'n tweeën in de stal staan. Dan heb ik hier achter mij Giel en hij staat dus met Kiara en Mo, die staat er nu tussen. Maar Giel is 10 jaar, net zoals Kiara dus. En Giel is dus een best wel flink groot paard. En dit is ook een eigen paard van iemand hier uit Indonesië. En ik heb dus zelf ook nog nooit op Giel gereden. Maar ik vind Giel dat het wel heel mooi uitzien, want als ik het goed zeg loopt hij nu L1 dressuur. En hij kan ook goed springen, dus dat is heel leuk. Het is echt gewoon heel gaaf paard om te zien en ik vind ook altijd springen is, vindt hij altijd heel leuk. Dus dan gaat hij soms een beetje hard en dat ziet er echt best wel gaaf uit. En Giel heeft ook dezelfde crosslessen met zijn eigenares gedaan als dat ik met Mo heb gedaan en oefencross. En dat schijnt heel goed te zijn gegaan. Dus ja, ik vind Giel een best wel gaaf paard en hij is ook echt zo groot. En hij staat dus altijd met Mo. Dit is dus het vaste triootje tussen Giel, Kiara en Mo. Nu hier achter mij staat Tinkerbell. En Tinkerbell is, zoals jullie kunnen zien, wel een schimmeltje. En is ook een kleine pony. En op Tinkerbell rijd ik dus nu ook niet meer. Maar ik heb toen ik klein was heel veel op Tinkerbell gereden. Ik heb ook heel veel op haar geleerd. Want Tinkerbell is ook al een van de wat oudere ponies hier op de Manege. En Tinkerbell vind ik ten eerste een hele leuke naam voor haar. Want die past echt. Die past echt bij haar. En ja, ik vind het gewoon echt een van de leukste namen van de paarden hier op de Manege. En Tinkerbell is ook de eerste pony waar ik van afgevallen ben. Dus dat is wel heel grappig. Maar ze is wel echt ontzettend lief. Maar een paar jaar geleden toen ik begonnen was, dat is ongeveer 9 jaar geleden, toen was ze nog heel voorwaarts. Ze is nu ook heel voorwaarts, vooral als we gaan springen. Dan is ze echt heel druk. Maar toen was ze sowieso druk en ik ging galopperen. En ik had al een paar keer daarvoor, weken daarvoor, ook op haar gereden. Dus het was niet de eerste keer dat ik op haar zat. Maar ze ging zo hard galopperen op een gegeven moment. En toen ging ze plat door de bocht heen. En toen vloog ik er dus zo af. Dus Tinkerbell is de eerste waar ik vanaf gevallen ben. En ja, Tinkerbell loopt hier dus in de beginnerslessen mee. En ik vind haar altijd heel erg leuk hoe ze loopt. Want ze is altijd heel vrolijk en een beetje snel. Ja, dus Tinkerbell vind ik echt een hele leuke pony. Hier achter mij staat Nina en Nina is 16 jaar oud en ik denk dat jullie Nina wel vaker in mijn video's hebben gezien. Want ik heb namelijk met Nina mijn eerste winst met in de dressuur gehaald, waardoor ik dus met Mojito mocht gaan springen. En Nina is dus echt een hele goede pony en ik ben echt heel blij dat ik op haar mijn winstpunt kon halen in de dressuur. En Nina is dus bruin met zwarte manen en staart. Maar heeft een best wel gekke bles. Het ziet er een beetje gek uit vanaf de voorkant. En nou, Nina liep net eventjes naar buiten terwijl ik aan het filmen was. Maar Nina heeft dus 2 witte voetjes. Eentje voor en eentje achter. En ze blijft nu maar doorlopen. Want ik heb net even geprobeerd om haar stil te zetten. Maar ze wil niet stilstaan. Want ze loopt namelijk met Westie en Quincy. Maar voornamelijk met Westie. Want ik weet niet wat er met hun twee aan de hand is. Maar het lijkt wel alsof ze in love zijn. Want ze lopen de hele dag met z'n tweeën. Echt constant achter elkaar aan. Eerder was dat helemaal niet zo. Toen was Nina een beetje bangig. En wilde ze niet echt in de groep komen. En nou lopen ze met Westie. En nou lopen ze ook gewoon in de loopstal heen en weer. En eet ze bij de voerbak. Dus ja, dat is best wel een beetje gek om te zien. Maar Nina kan dus zowel heel goed dressuur als heel goed springen. Want ik heb natuurlijk niks voor niks op haar. Ook mijn puntje gehaald. En het springen is ook heel goed. Dus dat is echt heel leuk. En ik vond het vroeger altijd heel erg leuk om met Nina te rijden. Ik was altijd echt heel blij als ik erop mocht. Dus, en dat zijn heel veel. Ze is echt een van de lievelingen hier op de Manege. Dus ja, Nina vind ik echt een hele leuke pony.
Nou, hier achter mij in het weiland staan Boy en Blue lekker te grazen. Ik ga ze ook niet storen, want ze vinden het heerlijk om in het weilandje hier te staan. En Boy en Blue hebben jullie ook al eerder gezien in de video met het huifbed rijden. Want Boy en Blue doen dat namelijk. En Sean, die ik eerder laat zien, die kan het ook. Maar deze, die doen het eigenlijk vaker. En ze, voor degenen die niet weten wat het huifbedrijden is, check dan even het i'tje die ik hierboven zal linken naar die video. Het is echt een super gaaf video, dus die moet je zeker eventjes kijken. Maar Boy en Blue zijn dus twee tinkers en ze zijn hier ook samen gekomen uit Engeland. En ja, heel veel mensen vinden het moeilijk om ze uit elkaar te houden, maar ik heb eigenlijk heel, vind het best wel makkelijk. Want Boy heeft langere manen en Blue heeft maanogen. Dus zo kun je het heel makkelijk onthouden. En de vlekken van Boy zijn groot. En de vlekken van Blue zijn wat kleiner. Dus ja, ik kan ze uit elkaar halen. Maar het is altijd om 4 uur als ik ze ga opstallen. En dan hoef ik hier op het hek te tikken. En dan komen ze echt aanrennen. Dus dat is heel grappig. Ik heb zelf een aantal keer op ze gereden. En ik vond het best wel leuk. Alleen tinkers zijn niet mijn favoriete paard om te rijden. En ik vind het soms ook best wel moeilijk om die goed te kunnen rijden. Want ik vind tinkers gewoon echt heel moeilijk. Ik vind koudbloeden sowieso lastiger dan warmbloeden en volbloeden. Maar ik vind, ja, ik vond het echt heel moeilijk om ze te rijden. Omdat ze natuurlijk best wel sterk zijn. En je moet de hulpen echt heel goed geven. En ja, dus dat vond ik best wel lastig. Maar ik vond het wel leuk. En mijn moeder die heeft van de week op Blue gereden. Een van de tinkers. En ik dacht van tevoren, oeh, is dat wel iets voor mijn moeder. Maar ze bleken dus echt heel erg leuk te vinden. En het ging ook best wel goed bij haar. Dus dat was heel grappig. 10 paarden. En natuurlijk heb ik voor jullie weer een vraag of jullie een paard kunnen herkennen. En dat is deze die hier naast me staat. En ik, jullie mogen dus gaan zeggen wie dit is. En ik heb voor de laatste video uit deze serie heb ik gekozen voor een iets wat moeilijkere. Want er is er namelijk hier op de manege die er heel erg op lijkt. Dus het gaat om deze zwart hier. Ik zal hem zo meteen nog even goed op beeld zetten, dat jullie goed kunnen kijken. Maar daar gaat het dus om. Dus laat in de reacties weten of jij weet wie dit is en met de naam erbij natuurlijk. En vond jij deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou nog de vorige paarden voorstellen zien? Check dan even deze video hier. Of wil jij nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!